Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering Halloween. Van de Pokémon Black and White 2 Avatar Lore met Sander van Gaming SB. Je zei het verkeerd, Sander. Je zei hallo in plaats van Halloween. Ja, soms moet het even. It's me. You're looking for? Ja. Ik ga vechten nu tegen een of andere Team Plasma Boy en tegen een of andere Sage. Ik ga... Double Battle. Weet ik niet. Wat ik doe met mijn leven. Oeh, Tranquil en Seedaring. Yo, wat een lastige gevecht. Ik zou echt doodsbang zijn. Ja, jij wel, ja. Maar je bent al snel doodsbang. Nee, je weet dat ik zo'n kas in mijn was? Nee, dat wist ik niet. He did not be waiting. Venoshock. Shocking the Venowing. Safety Tranquil shopping. Is gone. Yeah, Tranquil is gone. I can breathe for the first time. En een Bellsprout. Ze maken het wel heel moeilijk. Sprouting the belling? Sprouting the belling. Oh, ik had deze... Weet je nog dat ik de vorige keer zei... Yo, ik ben heel tactisch deze chick aan het ontwijken. Ja, niet gelukt. Nou, nu niet meer. Very sadding. Yep. Heel sad. Sander, ben je een fan? Want daar is een dom fan. Wauw. Dat is wel lief. Lieving. Ik vind dom fan best wel lief, ja. Ik niet, hij slamt mij. Dat waardeer ik niet. Oh. Nou, Adino, maak hem kapot. Kapot. Zoals Sander zou zeggen. Ja. Dat is ze. Ik heb hem geparalyseerd. Oh nee, niet geparalyseerd. Oeh, zelfs Sokka hyperpotent zijn eigen Pokémon. Wat een teammember. Ik heb hem echt gerackt. Do be racking. Like a ball. Oh, Miley Cyrus dining. In the building? Ja, Miley Cyrus in the building, ja. Appaloosa Tiddying. Hun vliegen Appaloosa Tiddying. Dat ga ik niet doen. Ik ga healen en dan ga ik de 7e gym verslaging. Yo, ziek? Heel ziek. Dat weet ik. Hoor ik vaker. Dat je ziek bent? In je hoofd? Nee. Nou, nee, ik zeg zelf dus heel vaak heel ziek. Dus dan hoor ik het heel vaak. Ah. Ja. En als je dingen terugkijkt natuurlijk. Ja. Ja. Wacht, dit is toch de stad met die gym? Of is dit niet de stad met die gym? Is dit niet de stad met die gym? Nee, dit is een of ander kut dorpie. Ja. Ja, maar flauw. Dat hadden we niet afgesproken. Dat stond niet in de game omschrijving. Inderdaad, dat betekent wel een nieuwe Pokémoning, hopelijk hier. In theorie zou ik die mogen vangen, maar... Ik weet niet of ik daar echt heel blij mee zou zijn. Nee. Nou, ik weet het wel. Het antwoord is nee. Ja, oké. Okay. Ja. Oeh, dat is een dubbel battlegrass. Dubbel battlegrassing. Ja... Oeh, een Celebi. Die mag ik niet gebruiken. Oh, nee. Oh, we moeten gewoon achterlopen. Ik denk, waarom draait hij niet om? Maar hij draait sowieso... Ik denk sowieso dat ik Ninjask voor ga zetten, want dan mag ik in ieder geval altijd runnen. Slim. En dan move ik heel eventjes de XP share naar hem. Jask in dan in. Dan move ik... De Lucky Egg naar hem. Nou. Wat? He, maak wat? Je een grapje die ik niet hoorde? Ja, ik zei... Jazz King de... Nee. Jazz King de Nin. Oh. Ja, was ook niet grappig genoeg. Het is niet van de Dreading the Blame of zo. Nee, dat is waar. Dat is waar.
Dat is ook zo. Hoe grappig was het trouwens dat Go een Shedinja kreeg? Ik kan dat niet zo heel actief meer herinneren. Nou, ze zitten in die ghost trein. En dan worden ze geterroriseerd door ghost Pokémon. En dan zijn er ook superveel ninjas. Of Ninkaras die evolueren in ninjas. Allemaal. En opeens zegt die Pokédex zo... Shedinja is nu geregistreerd in je Pokédex. Klopt. Ik weet dat het wel weer. Ja. Dat vond ik zeer funny. Oh, dat meen je. Dat meen ik, hè, dat ik het zeer funny vond. Nee, dat ik nu pas bij Charizard Cave ben. Dus dat ik nog heel lang heb zonder Poké Centering. Staat er niet iemand voor de Poké Centering? Of voor de cave die je hield? Dat weet ik niet zeker, hoor. Niet alles van me aannemen wat ik zeg. Nee, ik heb niemand gezien, maar misschien als ik inga. Ja, ik moet nu tegen de trainer, die heeft een 999 win streak. En ik ben zijn 1000. Nee, toch niet. Nog niet, dat doe ik zo. Oké. Okay. Ik ben eventjes gestoringd. Gestoring? Ben je gestoord? Ja. Oh ja, speed boost. Ja, dat is wel epic. Nels leaving. He do be leaving. Nee, maar echt, hij is dood namelijk. Leaving the nus. Leaving the nus, ja. De nuslock? Oh nee, het is een avatarlock, jammer. Anders was het wel funny geweest. Zekering. Carnivore? Of Carnina? Nee, dan liever Carnivore. Togekiss, hij geeft je kusjes, want het is een toge. Hij kist de toge's. Dat doet hij gewoon. Tauge is het, denk ik. Tauge kiss. Hij kist de tauge. Tauge is voor in je baan. Tauge wel. Ja, nou, hij kist dat. Laat die jas in. Pannenkoeking. Nou, je winststreak is nu over. Geef me nu maar heel veel geld. Nee? Jammer. Oh, yo, ik hoor dingen op de achtergronding. Oh, echt? Ja, maar dat is niet erg. Nou, ik geef jou niet de schulding, Sandring. Oeh, hier kun je Pokémonen tegenkomen. What the frick? Welke geheime Pokémon kom ik hier tegen? Een Alolamola. Kun je me healen, alsjeblieft? Ik heal jou. Oh ja, zij hield jou toch al... Ja, zij hield jou meteen als je... Oh nee. Dat is in de volgende cave dat zij met je meeloopt. Oh, sad. Oeh, een Growlithe. Heel nice. Oeh, en een Zapdos. Iets minder nice. Iets meer, ja. Ik wou het bijna ook zeggen. Ja. Ik was te laat. Te lading. Ik ben echt veel te lading. Ik wou dat ook bijna zeggen. Dat is waar ik dood ging in mijn master mode. Echt? Ja. Dat is zeer sad. Ja. Dat is ook wel heftig, hoor. Heel heftig. Die Gramble was toen zo goed. Maar ja, die ging toen dood. Toen ging bijna mijn hele team dood. Oef. Shit happens. Poep gebeurt. Poep gebeurt wel eens. Gewoon naar Scherpedo ingaan, denk ik. Of mag ik deze? Ik heb een nieuwe Pokémon gevangen. Yo, deze mag jij dubbel vangen. Dan mag ik twee. Mag ik nou twee houdnooms? Ik denk het wel. Ik denk het dat het wel is hoe dat werkt, ja. Flinched. Haha, loser. Lootering. Volgens mij was het ook nog veel, dus ik had ook gewoon weg kunnen zijn. Bedenk me net. Deed je nou wat ik denk dat je deed? Wat denk je dat ik deed? Arcanine? Arcanine. Hier moeten we niet naartoe. Yo,
Is dit zo'n music guy? Moet ik eerst een vuurig gehoord hebben. Nee. Dat heb je wel eens van gehoord, ja. Yo. Ze konden zien wanneer we dit opnamen. Ja, inderdaad. Ik dacht het precies toen ik het zag. Ik dacht het precies. We gaan eens letten als we op de subpar guys zien dat ze Black and White spelen. Ja. Ik moet tegen een drakenlucht die nu speedboost heeft omdat hij trace heeft. Oeh. Dat is een probleem. Ja, dat is wel een probleem. Dat is een probleem. Ik heb ook niks super effectives tegen die bitch. Ik kan wel de hele tijd pursuit gaan doen, maar ik ga de hele tijd roost doen. Ja. Maar kan ik beter gewoon een bal gooien. Oh, hij doet ook nog eens agility. He do be speeding. The boosting. Boosting the speed. Speeding. Ik ben nog steeds sneller. Hij is plus 2, ik ben plus 1. Ik ben nog steeds. Hij is nu plus 3 en ik ben nog steeds plus 1. En nu wordt hij plus 4. Hij is nu plus 4 speed en ik ben plus 2 speed. Even kijken of ik nog steeds sneller ben. Jawel. Volgens mij is Ninja. Ja! Snel. Ja, Ninja is de snelste Pokémon, toch? Dat weet ik. Maar wel heel snel. Dat wist ik wel. Oké, ik ben nu plus 3 speed. Tegen Kast. Oh, dan moet ik weer. Wacht even, wacht even. Wacht even, jongens. Wacht even, wacht even. Ja, ik wacht nog steeds. Wacht even. Kun je even wachten, alsjeblieft? Even wachten, hoor. Familie Laridae. Blijkbaar. Is dat een natuurkundige term? Of een scheikundige term? Nee, een biologische term voor meeuw. Ik zat niet op te letten. Oh. Heel sad. Wat kut. Daar gaat je speedboost Pokémon. Ja. Dat is best wel OP. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat er gebeurt, omdat ik op jouw scherm zat te kijken. Into ja, dat the mailtje Inferno. Light af, hè? Keep you. Into the Inferno, is dat niet ook zo'n avatar game voor de DS? Ja, ja, ik hoopte dat je de referentie snapte. Ja. En Kabooming, je deed snapping de referentie, Hank. Weet ik. Er gaan dus ook geruchten over een nieuwe avatar game, hè? Maar daar is echt nog heel weinig van bekend. Ja, daar heb ik ook wel al een keer iets over maar gehoord. Maar op ja. Amazon is die dus al wel te pre-orderen. Oh, jij vertelde mij dat, denk ik. Oh, misschien. Dat zou best kunnen. Ja. Ja, blijkbaar is hij al wel op Amazon te pre-orderen. Maar er zijn dus mensen die denken het is fake. En er zijn mensen die denken, nou, zou nog wel eens echt kunnen zijn. Blijkbaar heeft die game studio wel vaker dat ze heel lang niks laten weten. En dan ineens, ja. Bam, release. Ik hoop het. Het zou wel ziek zijn. Ja, zou zeker zijn. Maar ik verwacht het niet. Ik ga ervan uit dat het niet waar is. Gewoon om mezelf niet teleur te stellen, zeg maar. Verstandig. Een Pokémon die ik mag vangen? Nee. Al zou ik die best wel willen. Een Walrein? Ja, die mag ik. Ja, die mag jij. Maar, jij niet. Dat is jammer. Als ik nou even die Houndoom voor je vang en jij nou even die Walrein, nee. Dan gaan we wel even traden. Maar ik heb al 2 vuur Pokémon. Oh. Maar heb je ook Antark? Nee. Hier. Papier? Hier. Dat is van die papier volgens mij. Sandering. Daar word ik altijd zo blij van als ik mijn naam op die manier gezegd hoor worden. Ik weet niet of dat Nederlands technisch correct was, maar. Oh, deze kant kan ik niet op, blijkbaar. Laat me met rust. Rust? Dat is toch zo'n game? Is dat niet van ja, die dat game? Is een game. Het is in ieder geval een. Rust is een game, maar volgens mij is Rust ook een map in Call of Duty. Oh, dat kan best. Ik ben niet heel erg in de duties van de call. Ik ook niet, ding. Hey, Frizz yawning? Auw. Auw, dat doet pijn. Iets too soon, oké? Okay? Iets too soon. Very too soon. Ik ga eerst eens heel eventjes healen voordat ik de Frizz yawning. Ik weet oprecht niet wat ik moet doen. Ik
kan geen kant op. Rennen! Oh god, niet hier. Geen halen, jawel, eigenlijk wel. Ik kan niet naar onder, maar ik kan ook niet naar boven. Dan moet je naar links. Nee, want daar kwam ik vandaan. Dat niet hoe dat werkt? Ja. Nou, daar kwam ik dus vandaan, dus ik wil het best proberen, maar ik vrees dat dat ook niet is. Kijk, want hier staan ze dus zo van... En wat zeggen ze dan? It's being fixed right now. Wacht. Go wait around Driftville. Moet je nou weer terug? Dat volgens mij wel. Ik denk dat je in Driftville nog iets moet doen. Nee. Geen Pokémon, hè? Ik heb in Driftville ook niet veel gedaan, behalve... Je hebt daar niet Driftville gedaan. Jee, wat een... Ja, ik heb mijn grab jacket aan. Ja, dat merk ik. Ik heb hem hier nog liggen van de vorige afleveringen. Nee. Mankey? Nee, die mag ik niet. Is Mankey purified? Ja. Oh. Of hij is ook normal, maar volgens mij niet. Ja. Ik ga daar al geen pokeball in staan verspelen. Verrijding. Goed, hier is Frizzioning. Heb jij een coole ben jij een coole Pokémoning die ik mag vangen? Enter? Frizzioning. Nee, cool. Darkrai, die mag ik. Die mag jij wel. Hoe episch zou het zijn als ik Darkrai zou vangen? Ik heb ook een Frizzion gevangen, dus het zou best kunnen. Ja. In theorie. Nu de praktijk nog. Oeh, hij hypnosed mij. Hypnosed? Ja. Dat is... Oh ja, ik had die guy ontweken. Dit is dus het nadeel van trainers ontwijken. Nice, geparalyzed. Paralyzed. En ik woke op, ik ben echt goed. Oh. Een ultraballing. Ja, flying. Wel. Ultraballing. Zijn catch rate is zo hoog. Ja, dat is. Of laag, ik weet niet hoe je het wil zeggen. Hij is moeilijk te vangen, dat wil ik zeggen. Dan heeft hij een lage catch rate trouwens. Ja. Net als het percentage, zeg maar. Als het percentage laag is, is de catch rate ook laag. Jinjiao, die wil ik wel. Dat is wel een goede water-Pokémon. Die vuile Darkrai. Hij is wel een Dark-type, dus op zich. Pas op. Pas op, Ing. Hij was bijna dood. Dat klopt. Ik zag het bijna geburnen. Dat is hetzelfde als dat Vinnie tegen Dylan zei van... Je bent geburnd. Ja. Joh. Ja. Wel lief bedoel. Mm-hmm. Kom op. Nee, niet, dat bedoelde ik niet met kom op, carnivore. Yo. Misschien had je toch gelijk. Mhm, waarin? Oh, dat ik die potions nodig heb. Dat jij die potions nodig gaat hebben, ja, dat denk ik wel. Ja, want dan gaan de turns dus wel voorbij en is de kans groter dat ik out of confusion raak. Mhm. Smarty. Gameboy Luke. Tad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 
Nou, ik weet ook niet wat daar gebeurt. Pitch Black Pokémon. Ja. Is wel. Met zo'n toonhoogte zwarte Pokémon. Hij speelt ook in Pitch Perfect.
Ik denk dat hij de perfecte rol daarvoor is. Mm-hmm. Ja. Edit note. Edit krekelgeluidje zie je. Ja, doe maar. Ja. Dat ga ik toch vergeten. Nou, nu ben ik boos. Oh, hij is weer boos. Nee, dat was een grapje. Natuurlijk, King. Je doet net alsof ik altijd boos ben. Wel vaak, King. Dat gebeurt alleen als we Mario Party spelen. Ja. Want dan zeg je dat ik klein ben en zo. En... Nee! Huh? Dit is die Lugia. Die heb ik... Hè? Is dat niet weer zo'n trainer die je elke keer opnieuw moet doen als je er langs loopt? Dat kan, hè? Die heb je. Ik word zo moe van deze game. Ik moest op een draak. Wie heeft dat ook bedacht? Ja, laten we een trainer maken die elke keer gevochten wil worden. Yo, is dat zo'n draak? Dat zei je dat net is namelijk. Een draak. Ja. Dat is een zwarte draak. Dat is ook een draak. En een witte draak. Oh, yo, hij lijkt een beetje oppassen. Op... Looker. Looker, ja. Ik dacht, hoe heet hij ook weer? Hij heet Looker. Daarvoor had je wow, yo, hun Pokémon zijn hoog level. Big oef. Metaalgeluid. Ben je het er niet mee eens of negeerde je me gewoon? Sorry, ik weet niet wat je zei. Ik hoorde het niet. Gen 4 Master, zei ik. Wie is een Master? Gen 4. Gen 4 Master? Ik. Looker? Oh, jij. Ja. Omdat ik wist dat het Looker... Ja, Looker zit wel in meerdere games dan Gen 4, toch? Ja, maar hij is original Gen 4 guy. Official original Gen 4 guy. Dat was de eerste, namelijk. Dit is echt een heftige gym. Dit is ook wel een heftige battle, moet ik zeggen. Die battling is heftig. Als hij mij nu nog één keer aanvalt... Dan is hij dood door mijn Rift Skin. Nee, dan is hij gone door de Rift Skin, denk ik. Weatherball. Oh, kut. Dan niet. Want dat is niet physical. Physical. Oh, nee. Oh. Dan had hij de vorige keer een crit, denk ik. Je bent goed bezig, Sandring. Ja, blijkbaar. Jij gaat winning. Tyroke, hoe moet ik daar nou tegen doen? Flying. Welke Pokémon? Ik... Tyroke? Ja. Easy. Zeker easy. Fake out. Dat is kut. Flint, you've been gone. Flint, you been gone. You did bite for the first time. Ja. Pidgeotting? Ja, hij deed fake out, maar ik snap wel, ik waardeer een beetje met. Oh, deze is ik alleen ground. Daar heb ik niet van. Is hij alleen ground? Is hij niet rock and ground? Daar heb je ook niks aan. Maar... Ja, maakt niet zoveel uit. Hij doet vleugelaanval. Volgens mij doe jij sneezeaanval. Ja. 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 Thunderbolt, zeer ja. Graag. Doe maar voor Camouflage. Ik wou dat ik Thunderbolt had. Wat is dit voor rare spot? Dat is een wilde Pokémon. Oh. Echte Pokémon Masters weten dat, Sander. Ja, maar ik ben geen Gen 5 Master, alsjeblieft niet. Ik ga nog liever dood. Nee. Wat een haat. Dat is niet waar. Ik ga nog liever dood, zegt hij. Zo oh, dit zijn wel de kutste games ooit. Dat is waar. Daar ga ik niet over liegen, dat is waar. Al moet ik zeggen, Gen 6 heeft ook wel... Heel veel mensen zeuren dus... Ik vind Gen 6 heel leuk. Nee, maar... Heel veel mensen zeuren dus over Sun and Moon, hè. Met veel te veel cutscene. Maar Gen 6, ik heb ze gespeeld.
als je eenmaal dat hele... als je een beetje bij het einde komt, bij Ores... Heb je ook zoveel langdradige cutscenes. Ja, maar Ores is eigenlijk gewoon Gen 3, maar dan mooier. Nou... Ik bedoel, X en Y is original Gen 6, zeg maar. Ik vind ja, X en okay, Y echt maar leuk. Volgens mij... Oh, hij heeft een Dark Ride, dat is niet eerlijk. Alleen ik mag een Dark Ride. Ja, jij hebt ook een Dark Ride. Ik weet dus niet wat we hier nu moeten doen. Misschien hier naar onder? Wat is hier? Dit kan nooit goed gaan. PWT. Oh. Nou, ik weet wel wat ik moest doen. World Tournament. Yo. Pokémon Journeys all over again. World Tournament. Ja. Yeah. Yeah. Heb je al wat spoilers gezien van... Nee, ik weet wel een aantal dingen. Ik weet welke Pokémon er... Of welke trainers er meedoen. Ja, maar die weet je omdat je... Al zover bent, of? Nee. Ik kwam al een plaatje tegen voordat ik Journeys had gezien, zeg maar. Ah. Ursaring is dood. Oh, moet ik ook participaten? Ja. Oh. Ursaring is dood, Sander. Wat? Nee. Doe niet. Denk nou op cancel. Zo, ik word echt moe van deze game. Ja, ik geef ook gewoon de game de schuld. Merkig. Ik moet tegen Hug. Ah! Waarom waren sommige rood gekleurd trouwens? Dat kan ik nu niet meer vertellen waarom dat is. Nee, omdat ik het niet weet. Ik dacht als ik het zou zien, misschien weet ik het nog. Ik zag twee rood gekleurde naambordjes, zeg maar. Alles mist? What the fuck is dit? Pokémon, Black 2. Oh, White 2 voor jou. Oh, hij heeft ook een Lugia. Lugia. Had ik dit niet eerder moeten doen? En die is doen? Ook dood. Zo leuk spel. Pannenkoek? Oh nee. Geestig, nog erger. Dat is wel kut. Rain Dance. Nou. Oh ja, ik heb geen water type. Doobie dancing in the rain. Ja, dat vind ik kut dat ik geen water type attack heb met die guy. Oh, wat deed ik? Als ik hier dood ga, verlies ik dan ook de Pokémon? Ja, want dit is gewoon een... Dit zijn gewone battles, zeg maar. Ja, dan ben ik kapot. Kapot. Oh. Ja, maar omdat je niet mag healen. Mag je niet healen? Nee, want ik mag niet bij mijn back. Oh, dan telt het niet, want anders, anders hier, zou dat kijk. Raar zijn. Ja, nee, dan telt het niet. Nou, ik ga wel mijn best doen, daar niet van hoor, maar... Ik, ja... Ruskin, hou op met me. Hou op met me, dat is toch van het liedje? Hou op met me, even op met me. Dat wij samen... Nee, ik heb geen idee waar het over gaat. Nee, het was een vlaggrapje. Ken je dat liedje van Praat Nederlands met me? Oh ja. Nou, daar... Ik dacht dat daar leek het op, maar... Ja. Nou, dat was ook de referentie eigenlijk. Well, oké. Okay. Vanillex, dat is wel heel luxe. En heel vanier. Dat ook. Ik ga het niet overleven met al mijn Pokémon, vrees ik. Ah, nee. Ik ben klaar. Oké. Torpedo is dood.
Ik wil eigenlijk de aflevering beëindigen, maar jij bent nog druk bezig, Ging. Ik ben ook net bij de eerste guy, zeg maar. Dus ik weet niet of je dit helemaal af wil maken. Wat? Maar die nieuwe, die Legends Arceus, die staat gewoon op Netflix? Ja, die... Oh, dan ga ik zo even kijken. Arceus Chronicles of zo heet die. Die is sinds vandaag volgens mij opgekomen. Ziek. Ja. Yo, I did it? Jij was de eerste ronde. Je moet al die rondes doen. Ja. Of verliezen. Maar ik weet niet of dat kan. Dat kan volgende keer. Oh, rood is van een meisje, denk ik. Yep. Dus jij moet zo tegen Charon. En aan het eind tegen Colrus, denk ik. Volgens mij was het allemaal predetermined, of niet? Ja. Behalve het feit dat je wint of niet, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dan wint Hugo. Of Colrus. Of Colrus, oké. Okay, Helaas, of Sokka kan in principe ook nog steeds. Of hoe heet deze guy? Deze guy heet deze. Charon. Eevee. Ik hoop het zo, hè, dat Eevee evolueert in een nieuwe evolution. En dat is ook zo van. Maar vandaag weer. Ik zat vandaag een aflevering te kijken dat ze bij Erika zijn. Dat die Erika met die Livion. Ja. En dan denk ik echt van, ze pushen zo erg die Eevee. Zeg maar, dat moet toch wel? Ja. Anders denk ik echt van, waarom? Ja, ja, nou ja, dat is ook een goede vraag. Ja, ik vind het wel leuk dat Chloe nu niet niks doet, zeg maar. Uh-huh. Chloe was echt kut in het begin. Ja, dat is wel. Nog steeds wel. Als in... Is het spoiler? Ik weet niet. Voor mij mag je. Ja. Oké, okay, nou, er is dus op een gegeven moment in de redelijk aan het eind van de hele tournament, zeg maar. Ja. En dan gaan ze dus 2 afleveringen wijden aan die kut Eevee. In plaats van gewoon ja, volgende ronde. Ja. Wat een bullshit. Morgen is een nieuwe aflevering, toch? Of vandaag? Ja, morgen. Earth Power, ik ben dood. Zo Arceus. Ja, ik denk dat ik Sokka laat winnen. Of moet je winnen? Charon, nee, hè? Dus je bent tegen Charon aan het weg. Oh ja, waarom zegt hij Sokka? Sokka, Charon, dat is wel een groot verschil eigenlijk. Ja, ik weet eigenlijk niet of ik verder wil gaan. Want anders duurt de aflevering zo lang in. Longing? Do you belong there? Snap je? Cheerup, cheerup. Oh nee, van die grap. Auw. Bugbiting. Drayden, ik ben hier om jou te verslaan. Oh, je gaat het toch doen? Nee, dat doe ik de volgende aflevering. Wil je nou nog een afleveringetje opnemen? Nee, ik denk dat dit hem wel was, heen. Ja. Niet? Ik moet zeggen, ik ben best wel moe. Dus op zich. Ja. Oh, ik heb gewonnen. Wat ziek. Heel ziek. Doet hij even. Ben ik nu aan de rode kant? Maar wel. Oh nee. Waarom kom ik altijd aan de blauwe kant op? Omdat jij zo'n blauw mannetje bent. Nou, dat weet ik niet. Ik ben wel water type, oké. Fair enough. Je bent water tribe, dus op zich klopt het wel. Precies. En ik heb mezelf zo kracht genoemd, dus dan koop ik het nog meer. I'm blue, dabba-dee-dabba-die. Ken je dat? Dat liedje? Dat ken ik wel, ja. Dat ken ik. Snap ik. Ik zong hem ook net. Hm? Ik zong hem ook net. Echt? Dat had ik helemaal niet gehoord, joh. Jij
Jij moet nu tegen zo'n Drillbur. Drillbur? Ja, ik keek er een beetje zo schil naar. Toen dacht ik, hé, een Drillbur. Maar het was helemaal geen Drillbur. Ik ga wel winnen. Met je Staravia! Zeker Staravia. Je doobie Staravia, ing. Ik krijg trouwens ook... Ik krijg trouwens ook geen XP, dus ik denk dat het echt geen official battling is. Inderdaad, ing. Dat was wel duidelijk inderdaad, ing. Ja. Ik zat ook met mijn mond tegen mijn microfoon aan. Dat dacht ik al. Ja, zo klonk het ook wel. IJstand, hotse vlots, weg met die Larvitar. Ja, dat is super effective. Dat is niet super effective, maar dat maakt niet uit. Het werkt. Ja, hij is toch ground? Of... Oh nee, hij is rock. Ik dacht ook ground. En ik hou ground en rock sowieso qua typing weaknesses door elkaar. Kijk uit, hè. Bij een crit ga je doding. Ja. Maar we hebben toch gezegd... Oh ja, dat maakt niet uit. Oh ja, oh ja. Anders had ik namelijk nu geheeld. Ja, nee, je hebt gelijk. Nu ben je dood, ding. Nu ben ik wel dood. Zo scherp is hij niet. Nou, hij heeft wel anders zo'n rough skin. Dus hij is echt wel scherp. Is hij een potlood? Een net geslepen potlood? Want hij is scherp. Cool. Je vroeg toch laatst van... Je zegt toch wel vaker van... Ben jij dit of dat? Want jij bent dit of dat? Ik weet nog steeds niet welke het nou was. Ik weet het ook niet. De McDonald's zeg ik wel vaak. Ben jij McDonald's? Because I'm loving it. Pa-da-pa-pa-pa. Die doe ik wel I'm vaak. I'm loving it. Zeggen ze niet in elke McDonald's reclame overigens. Wel in sommige, maar niet in allemaal. Dat klopt. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vonden jullie dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander nou een coole jongen? Ga even naar zijn kanaal, die staat in de beschrijving. En dan zien jullie de volgende keer weer bij Pokémon Black and White 2 af. Dimming off, manning. Adios, amigos.